Leiden heeft een hondenpoepprobleem. Om dit probleem aan te pakken, heeft de gemeente deze keer een andere insteek gekozen. Mensen die de poep laten liggen worden beboet en degenen die het opruimen worden beloond. Nou, we hebben hier dus dit item. Dat is eigenlijk een lampje. En zakjes zitten erin, die kan je hier doorheen trekken. En dat kan je ook nog eens een keer aan je riem of aan je broek vastmaken. Dan heb je altijd wat bij je namens de gemeente Leiden. We vinden het namelijk leuk om mensen, we zijn ervoor om de openbare ruimte leefbaar te houden. En hondenuitwerpsen zijn daar ook een grote ergernis in als mensen dat niet opruimen. En dat moeten wij als handhaver natuurlijk in ieder geval controleren. Dat doen we geuniformeerd. Dat doen we ook in burger, indien dat noodzaak is. Of wij denken dat er hotspots zijn waar veel klachten zijn. En als je daar dan in burger dan acteert, dan zie je toch vaker dat het soms ook misgaat. En dan treden we op. Maar mensen die het goed doen, die moeten ook eens beloond worden. Dus straffen op gedrag wanneer het slecht gaat, maar ook een keer een goede actie. En iemand zeggen, kijk, u bent hondenbezitter en ook al doet u dat dagelijks, dan vindt de gemeente dat ook een kleine attentie waard. En dat zijn dus deze leuke gadget. En hoe reageren mensen op die kleine attenties? Doorgaans eigenlijk altijd positief. Ze schrikken in eerste instantie wel eventjes van het feit dat ze aangesproken worden. Omdat dat zijn mensen in de basis niet gewend om aangesproken te worden. Ze zien wel iemand in de uniform aankomen, een handhaver. Oh, dan is het verkeerd. Dan is het fout. En leg je eigenlijk uit waarom je het doet en wat ze kunnen krijgen omdat ze het zo goed doen. En dan zie je in één keer dat gedrag veranderen. En dan worden ze best wel blij van. En dan zeggen ze, oh wat leuk. Echt super gaaf. Dat doet me wat. Nou, dat vinden wij dan ook weer leuk. In dit geval de uitwerpsten, die waren er nu even niet bij deze hond. Alleen ik ken mevrouw ook, want ik kom regelmatig in dit stukje van Leiden Noord. En de hond is dan ook wel bekend en dan weet ik dat ze het altijd netjes doet. En ik weet dat die mevrouw enorm veel last heeft van ook dat anderen het niet opruimen. Daar ergens zich groen en geel aan. Alleen ze zeggen, ik kan het ook niet oplossen. Maar het is wel inderdaad wat mevrouw ook zegt. Blijf elkaar toch aanspreken en gewoon als hondeneigenaar onder elkaar. Motorrijders spreken elkaar ook aan van en dat moeten hondeneigenaren ook doen. En ja, die mensen die dan echt niet willen, ja, misschien gaan ze zich dan toch een keer aanpassen. En wat vindt u ervan, mevrouw? Ik vind het heel leuk. Vooral als het donker is, dan kijk zien waar die gekocht hebt. Kunt u de drol weer opzoeken? Ja.